Dat is wat licht, hè? Super cute. Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Ik was even aan het checken als ik geen zweetplekken had. Vandaag ga ik voor jullie een shopping haul doen. Trouwens, mijn lippen, dit is dag 2. Mijn bovenlip is nog redelijk gezwollen, zeker in het midden. Maar ça va, we are getting there. Ze zijn al veel minder stijf en ze voelen al veel soepeler aan en veel minder pijnlijk. Ik heb voor de vakantie nog een paar dingen gekocht. Dus die ga ik jullie laten zien. Ik ben in de Bershka als eerste geweest. Allee, eigenlijk online. Dus die dingen ga ik nu laten zien. Als eerste heb ik van de Bershka deze zonnebril. Ik weet niet hoe ik mij erover moet voelen. Het is heel groot. Echt heel groot. Dus ik weet nog niet. Ik zal zien als ik die ga opzetten op vakantie. Ja of nee. I don't know. Dan van de Bershka heb ik dit blouseje. Zo hier een beetje open. Een geel met een wit streepje. En iets korter ook. Dan heb ik een zwarte short die high-waisted is. Zo. Dat had ik nodig, want al mijn zwarte shorten passen niet meer. Dan heb ik dit blouseje. Super cute. Dat bind je zo hier. En dan is dat zo. Zo dus. Dan heb ik ook nog van de Bershka. Dit topje. Een geel. Met een ritje van voor. En dat is dan zo. Ook super mooi. Allee ja. Ik vind alles natuurlijk mooi. Want anders dan had ik het niet gekocht. Of course. Dan hebben we deze short. Die wil ik even te goed doen. Die wil ik meenemen op vakantie om te sporten. Dan kan ik deze aandoen als ik 's ochtends wat sportoefeningen doe. Of als we naar de fitness gaan of zo. Kan ik dat aandoen. Dan heb ik nog van de Bershka deze body. Zo'n groene kleur. Ziet er zo uit. Lijkt een badpak, maar het is dus een body. En als laatste denk ik van de Bershka. Yep, heb ik dit. Een zwarte bandana-achtig ding. Ik dacht voor mijn haar te doen op het strand of zo. Weet je, als ik dan mijn haar uit mijn gezicht wil en geen staart wil maken, dan kan ik die bandana aandoen. Dan, next up is de Pull & Bear. Heb ik dit witte blouseje gekocht. Best simpel. Niet echt heel speciaal. Ook wel weer een beetje krap. Ook nog van de Pull & Bear heb ik deze gele trui gekocht. Een gele hoodie. Is dit. En er staat op 330, 350 Montfort Avenue, Boston, MA. Dus dat is deze. Die heb ik vandaag ook de hele dag aangehad. Dan heb ik van JD Sport of zoiets. Ik ben daar nog nooit binnen geweest, maar dat is een Hasselt. Heb je dat nu? Heb ik deze Adidas crop trui, crop hoodie gekocht. Omdat ik doe op het vliegtuig mijn Adidas broek aan. En ik dacht, ik heb geen matching trui. Paniek. Dus heb ik nog een gekocht. En dat kost trouwens vies veel. 62 euro. Dan denk ik in mijn eigen, godverdomme. Ik geef normaal echt nooit meer als bijvoorbeeld een trui of zo. Mag voor mij maximum 50 euro kosten of zo. Maar niet meer. Ja, en deze is wel best duur. En zeker, jullie zien dat ook aan onze prijzen van onze webshop. We proberen altijd echt goede prijzen te hebben. En niet te duur te worden voor een trui, 62 euro. Maar ja, okay. Ik heb het toch gekocht. Ja. Dan heb ik nog twee dingen van de Zara. Als eerste dit crop t-shirtje met streepjes. En dan heb ik dit krap truitje. Ook van de Zara. Ik denk dat het dat zelfs is. Dat is het. Dat is het al. Oké, maar het coolste. Echt iets heel cool. Wat dat we hebben gekregen. Dat heb ik niet gekocht, maar hebben gekregen van Sam zijn ouders. En
vind het echt zo ongelooflijk chic. Mama en papa zijn hier van mij. En ik heb net iets gekregen van hun. Het is een doos, een vrij grote doos. Maar ik heb totaal geen idee wat erin zit. Wat was het? Voor Pasen? Ja, maar voor jullie alle twee, hè? Voor Thalisa en mij. Ah, ja. Oké. Okay. In plaats van die ongezonde chocolade. En wat zeg je? De dingen zag er goed uit. Hoe zeg je dat? Het proefproject, ja, het model. Oké. Okay. Het proefmodel zag er goed uit. Allee, ik ben benieuwd. Thanks, Rita. Het is van Skylights. Nu weet ik nog niks, hè? Nee. Ik zie wel al een kabel. Het is iets met licht, hè? Ja. Dus dat zit ik al in de juiste richting? Ja. Het is iets met licht. Ziet je dat beeld? Nee, hè? Wat dat is. Dat is toi, joh. Moet je dat insteken, allemaal te zien? Ja. Spannend. Oei, ik heb mijn dag gezet. Dat is Milky. Is dat Milky? En Sheldon. Allee, dat weet je niet. Allee, jong. Hoe chic is dat? Dat zijn onze katjes. En hier staat die ook nog iets. Nee, hè? Ja, je hebt nog drie katten. Allee, jong. Hoe chic is dat, jong? Vet. Gaat dat... Oh nee, dat is niet meer open te doen. Nee, het is echt een sfeer. Oh, Milky. Kom eens kijken. Is dat? Waar is het gij? Hoe grappig. Dat is echt een lichtdoos. Ah, dat licht is uit, ja. Oh. Hé, hey, dat is chic, ja. Kijk, Sheldon, hoe goed dat je die herkent. Mm-hmm. Een snoetje. Oh. Allee, jong. Een Milky. Mooi, ja. Maar hoe cool is dat, ja. Dat is echt chic. Ik ga het jullie laten zien. Kijk. Dit is dus een lamp, zo'n kubuslamp. En ik denk dat jullie het al zien. Aan deze kant staat Sheldon. Aan deze kant hebben we Muffin. Oh my god, hoe vet is dit? En aan deze kant hebben we Milky. Dat is echt, dat is zo'n kubuslamp. En ik vind dit echt het chicste ooit. Ik vind dit echt zo cool gemaakt. Ik weet niet juist wie het heeft gemaakt of zo. Ah, wacht, jawel. Ik denk dat Sam zijn mama daar een kaartje heeft bijgegeven. Ik ga eens kijken waar dat Sam dat gelegd heeft. Ik weet het niet. Ik ga het eens vragen aan Sam. Die is hier aan het waskot, denk ik.
Zo. Ja. Waar heb je dat kaartje gelegd? Van wie dat die lamp heeft gemaakt? Ik weet het niet. Dat zijn studentjes, hè? Ja, Skylight noemt het. Skylight, ja, maar waar is dat kaartje? Ik weet niet, dat lag op tafel. Ah, dat lag op tafel. Okay. Ik zal zoeken op tafel dan. Oké. Okay. Dat lag op het tafel. Ah, hier is het. Onder mijn hoop kleren. Dus, dit is het. Ik weet dat dat studenten zijn of zoiets. Voilà. Skylights. Thomas van Kouwenbergen. Ah, in Leuven. En, ah, oké, op de achterkant staat niks. Dus, dat hebben zij gemaakt. Ik vind het echt, echt zo chic gemaakt. Ik ben echt, ja, ik ben echt onder de indruk. Ik vind het echt leuk. Maar oké, dat was alles wat ik heb gekocht. Oké, dat was alles wat ik heb gekocht. Hopelijk vonden jullie het leuk om dit te zien. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En wij zien jullie morgen.